Maar Kiko, ze was een half jaar geleden al bij ons in de uitzending. Ja, en toen moest ze nog meedoen aan de misverkiezing, ja. mis-Nederland-verkiezing. En toen zijn we er blijven volgen, maar door allerlei oorzaken hebben we er eigenlijk nu pas uh, hier. Ja. ja, want hoe is dat toen afgelopen? Ben je eerste geworden? Uh, ja, destijds was ik hier om te vertellen aan mijn deelname aan Miss Beauty of Noord-Holland. Dus de provinciale verkiezing van Miss Beauty of the Netherlands. En ik was toen een finalist, dus ik had toen nog de grote finale van Noord-Holland. En uh, die heb ik gewonnen toen. In ja. mei. En dat betekende dat ik als Miss Beauty of Noord-Holland door mocht uh, naar de landelijke verkiezing, Miss Beauty of the Netherlands. En de finale daarvan is 31 augustus geweest. En waar is dat, heeft dat plaatsgevonden? In Studio 21 in Hilversum. Studio 21 ja. Hilversum. Mooie plek. Ja, daarvoor. geweldig. Hoe is die hele dag op jou overgekomen? Want het is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Een aantal ja. de knapste vrouwen van Nederland bij elkaar verzameld. Ja. Een jury die ja. daar alles van weet. Mensen in het publiek die toch zenuwachtig zijn. Probeer in het kort te vertellen hoe zo'n dag in je werk uh, gaat. Nou, natuurlijk leef je er echt al een half jaar naartoe. Vanaf het moment dat je je uh, provinciale titel wint, ga je er echt naartoe leven. En in de tussentijd zijn we op reis geweest met alle missen. We hebben heel veel getraind. We hebben ook een finale week gehad in Limburg, waar wij uh, een week lang tot een uur of drie, half, vier s'nachts aan het trainen waren voor de show. Dat klinkt als topsport. Ja, bijna wel. Dus het is, het is een week, is dat heel pittig, maar er zijn mensen die dat gewoon elke week uh, doen, maar dan met andere dingen. Het, is echt, het was uh, pittig, maar je doet het wel echt voor die show. En je ziet het dan steeds meer bij elkaar komen. Dus dat is dan uh, twee weken voor de finale. En dan ben je alleen maar met de finale bezig. Dus finale, 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 oefenen, oefenen, oefenen. En uiteindelijk is het dan de dag voor de finale dat we de generale repetitie hadden. En dan uh, begint het wel echt spannend te worden. Dus het oefenen met de lichten en met het geluid. En dan is de dag daar en dan is het een uur of zeven, acht ochtends dat we daar moesten zijn. En dan, uh, ja, dat, dan ben je eigenlijk gewoon één bonkzee althans ik wel. Had je wel ook steun van familie en je vriend? Ja, in de zeker. Zaal? Ja, ja, die waren alleen pas avonds aanwezig, natuurlijk, toen de show begon, was een uur of acht. En overdag ben je eigenlijk alleen maar bezig met voorbereiden. Dus tijd om op je telefoon te kijken, is er niet heel veel. Uh, ja, maar ik heb altijd zelf dat als ik heel zenuwachtig word, dan moet ik gewoon een beetje op mezelf zijn. En gewoon niet te veel met alles bezig zijn. Mijn moeder is bijvoorbeeld heel zenuwachtig, nog zenuwachtiger dan ik. En als ik die dan spreek, dan uh, wordt het alleen maar erger. Goed. Maar het is allemaal goed gegaan. Hè? Ja. Want uh, je hebt de tweede plek heb je ja, bereikt. Ja, klopt. Wat is nou de reden waarom. En dat is natuurlijk een beetje gemeene vraag. Maar wat had dat meisje die één werd, wat had die nou meer dan jij? Punten. 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 Maar, hoe, maar hoe komt dat? Wat, wat, wat uh, heeft ze beter gedaan? Nou, we hebben dat, dat zal ik nooit weten natuurlijk, maar uh, we hebben natuurlijk al de punten van de vooraf de finale. Dus er wordt gekeken vanaf het moment dat jij uh, meedoet naar je inzet, naar je houding. Uh, natuurlijk ook de finale waar de punten worden gegeven. Er is ook een pre-judging geweest en dat is gewoon één op één met de jury. Dus dat, je bent eigenlijk alleen de enige die weet hoe dat bij jezelf ging. Uh, en yeah. ja. Nou ja, ik denk niet dat, uh, dat ik minder leuk of minder goed ben omdat ik tweede ben. Maar het is, ja, ik heb geen idee. En hoor je dan ook na afloop in punten of dat mm -hmm. verschil groot is geweest? Oh, dat weet ik niet. Okay. Nee, dat weet ik niet. Nee, het is gewoon, je hebt, we hebben meerdere titels. Dus je hebt Miss, Miss Earth Netherlands is de eerste plek. En dan nog een aantal andere verkiezingen waar meiden heen zijn gestuurd. Maar uh, ja, er zijn ook heel veel meiden die dus, we zijn in totaal met 36. En daar heb je drie top 5's van. Zijn ook heel veel meiden die niet in de top 5 zijn gekomen. En dan ben ik alsnog heel trots op me. En de tweede, tweede plek is toch ja. schitterend. Dat is, uh, tegenwoordig bij misverkiezingen speelt ook het maatschappelijke element een mm -hmm. grote rol. Hè? Want er werd ook geld opgehaald voor het goede doel. Ja, Hoe klopt. ging dat in zijn werk? Ja, we hebben ons allemaal ingezet voor de Linda Foundation. En al op provinciaal niveau, daar heb ik toen, wat is het, 445 euro voor opgehaald uit mijn hoofd. Uh, door middel van donaties. En ik heb toen 200 cupcakes gebakken. En verkocht. En uiteindelijk op landelijk niveau heb ik ook nog uh, in een winkel gestaan in Amstelveen. Uh, een hele dag om daar te werken. En de opbrengst daarvan ging ook naar de stichting. En natuurlijk ook uh, voor de Linda Foundation naar het strand geweest. In Rokanje. Daar hebben we mensen ingesmeerd voor het goede doel. Die konden dan een donatie geven. En dan gingen wij ze insmeren. Dat was wel grappig. Insmeren voor het goede doel. Ja, dat ja, ja, <laughs> was uh, met 36 missen. Dus dat was echt een grote actie. En uh, uiteindelijk hebben we met alle missen, alle 36 missen... En de provinciale finalisten hebben we zo'n 50.000 euro opgehaald. Dat is een heel mooi ja. bedrag. Ja. Schoonheid en van binnen ook schoon. Hè? Dat ja. gaat heel goed uh, samen. Dat zou mooi zijn. Hoe gaat het nou verder? Want die misverkiezing is geweest, is ja. een groot succes geworden. Maar je bent alweer bezig met de volgende. Ja. Ik zit alweer druk uh, in de studieboeken. <laughs> ja, mijn eerste tentamenweek komen er alweer aan. Ik ben uh, ik heb voor mezelf de beslissing gemaakt als ik niet. Uh, Doorgaan naar Een internationale verkiezing ga ik me gewoon weer volop op school richten. Dus uh, ik doe nu HBO ICT, ja. wat ook een hele uitdaging is. Absoluut. En het ja. valt niet met elkaar te combineren, daar is het toch net iets te veel voor? Ja, ik heb het wel erover gehad voordat de finale begon, zeg maar, met, uh, met de decaan en of dat, hoe dat precies zou werken. Maar omdat ik dan de eerste, als ik nu zou hebben gewonnen, zou ik nu precies in uh, de Filipijnen zitten voor een maand. En als je dan net je eerste jaar begint, dan is dat gewoon niet te combineren met studiepunten en met vertragingen. Dus er zijn wel meiden die het wel combineren. Die zijn ook naar het buitenland geweest en die hebben het ook goed kunnen combineren, maar niet in hun eerste studiejaar, dus dat is wel lastig. Mm -hmm. Hoe zijn de reacties hier in Kogende, Saan en Saanstad? Want merk je dat de meeste mensen het weten, of is het ook een boel mensen totaal voorbij gegaan? Ik denk dat het wel heel veel mensen totaal voorbij is gegaan. Het is meer van als ik mensen wel eens tegenkom, uh, bijvoorbeeld in de stad of zo, dat ze zeggen van hé, hey, je bent tweede geworden. Dan denk ik denk van, oh, is wel leuk dat ze dat, ze dat weten. Maar het is natuurlijk niet, niet zo heel bekend. Het is wel mensen die in mijn eigen kring en op mijn eigen social media natuurlijk, die, uh, die ik helemaal heb volgespamd met alles. Dus die uh, konden er niet aan ontkomen. Maar uh, de rest van de wereld uh, ben ik nog wel lekker uh, normaal mezelf, dus dat scheelt wel. Vind, vind je dat jammer? Zou, zou je echt graag heel beroemd zijn? Ja, nou, ik weet niet precies of het met dit zou hoeven zijn. Maar natuurlijk ja, zou het wel leuk zijn om enigszins beroemd te zijn. Maar ik vind het ook wel heerlijk dat uh, na 31 augustus gewoon weer de rust is uh, wedergekeerd. Nou, is er een tijd geweest dat misverkiezingen een beetje onder druk stonden bij de feministen? Ja. Ik heb het idee dat dat, je, dat, dat eigenlijk alweer voorbij is. Ja, ja, ik ook. Eerlijk gezegd. Ja, het is heel veel in opstand geweest, ook met de bikinironde die is afgeschaft bij uh, bepaalde verkiezingen. En dat was inderdaad een tijdje heel veel commotie over. Maar dat is inderdaad ook wel weer vrij snel gaan liggen. Want ja, ik denk het is 2018 en we hebben nu zelf met onze show uh, kunnen laten zien hoe leuk een bikinironde wel kan zijn en hoe leuk al die 36 meiden het wel vinden. Dus hm. dat zegt ook alweer genoeg. Ja, dan kregen we onlangs hier een bericht binnen van dat er ook een, een misterverkiezing was. En dat ja, is ook een klopt. meneer uit de, de Zaanstad. En dan denk ik van jeetje, eh, bestaat dat al, al lang? Ja. En is dat nou weer heel verschillend dan bij vrouwenverkiezingen? Ik ben toevallig wel naar de finale geweest van een van die verkiezingen. Oh, ja. En ik ken, uh, ik, die mister waar we het, uit de Zaanstad ken ik wel van naam. En ik was in juni inderdaad op de Man Universe finale, waar dus ook een aantal mannen streden om twee internationale titels. En daarvoor had ik er eigenlijk zelf ook niet heel veel van gehoord. Maar sindsdien ben ik het wel ook een beetje gaan volgen natuurlijk, als, als Miss zijn. En ik vind het ook wel gewoon leuk om te zien. Het verschilt niet heel veel, denk ik. Ze zijn ook met maatschappelijke dingen bezig. Ze hebben niet een bikini-ronde, maar wel een, een ondergoedronde. Dat is ook wel <laughs> grappig. Ja. Ja. En uh, ja, ze krijgen dezelfde moeilijke, of nou ja, moeilijke. Uh, vragen die wij ook kregen op de finale. Dus wat zij bijvoorbeeld zouden doen als zij president waren. Of welke oh. wet zij zouden willen afschaffen. Oeh, oeh, dat is niet... Maar dat was een vraag gewoon in die, die... Dat wist je niet van tevoren dat die vraag kwam? Nee, meestal niet. Oeh, dus dan werd er werd gevraagd wat zou je doen als je president van Amerika was? Of? Ja, of bijvoorbeeld als je een minuut zou mogen spreken met Donald Trump. Wat zou ja. je, zeggen, met, wat zou je Kijk, zeggen tegen hem? Kijk, en, en daar zijn we natuurlijk gelijk benieuwd wat jij verantwoord hebt gegeven. Ik heb zelf wel inderdaad met de vraag over Trump gehad tijdens mijn prejudging en die was toen in het Engels van uh, wat ik ervan vond van zijn uitspraak dat uh, klimaatverandering niet echt zou zijn. En wat ik daarop heb geantwoord, moet ik even goed terugdenken, is dat ik het heel lastig vind. Uh, want als hij een mening geeft, hij heeft zoveel invloed en zoveel macht op zoveel mensen, zonder dat hij dat misschien wel doorheeft. Ik denk dat hij dat heel goed doorheeft, maar het zijn natuurlijk zoveel mensen. Dat alles wat hij zegt, dat heeft zo'n grote impact. Dus daarom is het zo zonde dat als hij vindt dat iets niet waar is, ongeacht of het nou wel of niet waar is? Dus ja, is iets in die richting. Het was in ieder geval, het was een heel lang gesprek van 10, 15 minuten in het Engels. Maar ik kan me wel redelijk goed redden. Ik begin wel gewoon te praten en dan kom ik wel ergens. Maar er zijn, het is natuurlijk die vragen worden gesteld om te kijken of je ook wat gewoon een beetje in je hoofd hebt zitten. Of het niet alleen maar schoonheid is, natuurlijk. En of je ook wel een, gewoon een goede mening en stem hebt. Ja, hebben ze nou ook per zo'n jury? Dat ze dat dan toch op prijs stellen dat je bijvoorbeeld ook een beetje diplomatiek bent. Als je bijvoorbeeld zegt, oh, ik zou de, de president graag uh, een schop onder zijn kont geven. Ik denk niet dat dat het antwoord is. Nou, het moet wel een beetje. Het moet wel, je moet als mis zijn er wel enigszins neutraal blijven. Je mag wel je mening geven, maar er wordt wel van je verwacht dat je enigszins neutraal blijft. Dus je kan niet zeg maar, een, een hele expliciete mening gaan geven waar heel veel mensen zeg maar, gekwetst door kunnen worden. Dat is het vooral. Ja, want een mis. Heb ik begrepen, moet eigenlijk altijd voor iedereen zijn, net eigenlijk als een koning of koningin. Bijvoorbeeld. Dat ja. je zoveel mogelijk mensen een plezier kan doen en ook ja, helpen. Ja, en ook gewoon niet tegen de haren instrijken, denk ik. Want je kan, ja, dat is wel lastig. En dat vind ik zelf ook. En daarom, over sommige dingen kan je als miszijnde misschien beter niet te veel uitspraken over doen om het gewoon lekker in het midden te laten. Hm. Maar het is inderdaad wel waar dat, dat er wel van je wordt verwacht, dat je gewoon een beetje ertussenin blijft als neutrale factor. Precies. De Linda Foundation, hoe, hoe gaat daar het contact verder mee? Ja, we hebben destijds ook een lezing gehad van uh, een van de werknemers. Er zijn er maar vier trouwens van de Linda Foundation. Dat vind ik wel heel bijzonder. En daar hebben wij geleerd wat de stichting nou precies inhoudt. En de stichting zet zich in voor uh, Nederlandse kinderen in armoede. En dat zijn één op de vier kinderen in ja. de gezinnen. En dat zijn echt verschrikkelijk veel. Kijk maar naar een klaslokaal, hoeveel kinderen dan in armoede leven. Ja, en, en, en op welk moment leeft een kind in armoede? Want bij armoede denk je aan bijvoorbeeld mm -hmm. kinderen die al drie dagen niet te eten hebben gehad. Maar het is natuurlijk hier in Nederland een ander soort ja, armoede. Ja, wij hebben inderdaad ook sociale armoede in Nederland. En daar hebben we bijvoorbeeld over een... Uh, ja, we hebben voorbeelden gekregen. Ik vond het best wel, uh, filmpjes ook, uh, best wel lastig om te zien. Want dat was inderdaad ook de vraag van... Ja, maar in Nederland kennen wij geen armoede, want wij hebben eten, et cetera, et cetera. Maar in Nederland hebben wij dus sociale armoede. Hebben wij dus bijvoorbeeld kinderen in de klas die gepest worden... omdat ze kleding met gaten erin dragen of bij de voedselbank moeten komen... Dus die sociale armoede is nog wel een groot ding hier in Nederland. En daar kunnen ook heel veel kinderen last van hebben. Ben jij in, inmiddels zo ver dat je denkt van jeetje, ik voel me echt geroepen om toch ook met die goede doelen actief te blijven. Omdat het, zeker omdat het zo mooi te combineren, is natuurlijk ook met dat miswerk. Ja, zeker als miszijne zeker. Naast mijn opleiding is het wel lastig, omdat het zoveel tijd vraagt. Maar als miszijne zal ik, uh, zal ik er zeker actief voor blijven. En zal ik ook volgend jaar voor de nieuwe finalisten van Miss Beauty of Noord-Holland 2019 ook heel erg mijn best doen om, om ze te motiveren om allemaal leuke dingen te gaan doen om geld op te halen. Nog even over die, wat jij zei, die voorbereiding dat jullie tot diep in de nacht bezig waren om te, ja, te trainen en alles te werken. Ja. Heb je jezelf ook veel moeten ontzeggen in die periode? Nou nee, qua eten bijvoorbeeld helemaal. Dat is het eerste wat mensen vragen van, moet je dan ook gezond eten en zo? Nou persoonlijk... Ik niet, want ik sport heel veel en ik hou gewoon ontzettend veel van fastfood. Dus je kan mij ook regelmatig bij de McDonald's vinden. Maar ik heb wel inderdaad de laatste maand voor de finale gehad. Dat, uh, toen kwam ik ook terug uh, van vakantie uit Bali, waar ik ook ontzettend veel gegeten heb, ontzettend veel lekker eten heb gezien. En toen dacht ik wel van, nou ik ga gewoon die, die maand naar aanloop van de finale, ga ik wel gewoon even strikt gezond eten. Maar uh, ik heb mezelf niet heel veel dingen ontnomen verder. Het is wel dat je, je bent zo gefocust op één ding en dat is de finale en de titel. Dat je daar onbewust dan al dingen een beetje voor laat, laat vallen of laat links laat liggen. Omdat je gewoon even een andere prioriteit hebt. Dan ben je dan ook niet heel voorzichtig? Want het zal je maar gebeuren dat je de dag voor de verkiezing. dat je bijvoorbeeld van de trap valt en dat je een blauwe ogen hebt. Ja, het kan. Ja, kan. het is heb allemaal wel. Ik, al, ik had daar, want u stelde dezelfde. of een soortgelijke vraag rond de finale van Noord-Holland. Daar had ik er nooit over nagedacht. Dus sindsdien ben ik daarover na gaan denken. En ben ik inderdaad de weken voor de finale een beetje gaan denken: oké, okay, ik ga nu. of in Bali bijvoorbeeld. Ik ga nu niet uh, een scooter uh, rijden en gekke dingen doen. Dat ik niet uh, een schaafwond zou Ja, want dat, dat hoor ik van haast iedereen. Als ze in dat soort landen op de scooter. Dat is eigenlijk vraag om blessures. Ik kan wel aanraden. Dat is wel <laughs> leuk. Maar ik dacht inderdaad. Ik laat mijn vriend lekker rijden. Een beetje voorzichtig doen. want het, is, het ongeluk zit in een klein hoekje. En ik ben wel voorstander van dat je gewoon lekker moet doen waar je zin in hebt. En lol moet hebben. Maar als je zo'n landelijke finale hebt, is het niet handig als je bijvoorbeeld gewoon een, een schavond uh, zou hebben van nee. boven naar beneden. Nee. Hey, over schoonheid. Uit, uit, uit onderzoek, onder andere ooit door Linda uh, uitgevoerd, blijkt dat nou, tegen de 90% van de vrouwen zichzelf niet mooi vindt. Dat is volgens mij van alle tijden, door. Maar wanneer is een mens nou mooi? Ik denk dat schoonheid. Ja, dat klinkt heel cliché als ik dat zo zeg en van binnen zit. Maar dat is echt zo, want je kan. Er, er zijn geen standaarden voor mooi. En dan heb ik het niet over uiterlijk, dan heb ik het niet over maten en lengte. Op het moment dat jij je lekker voelt in je lichaam, dan straal je dat uit. En ik denk dat dat de mooiste schoonheid is die er is. Is het ook niet zo dat toch heel veel mensen bij goede kleding, goede verzorging, een beetje nadenken hoe je je presenteert, dat die schoonheid dan ook al een stuk beter wordt? Ja, maar dat is maar net of, of je het belangrijkst zelf vindt. Ik ken mensen die vinden het inderdaad heel, heel leuk en belangrijk om een mooie tas te hebben of zo. En die, die voelen zich daar dan ook, ook beter door. Maar ik ken ook mensen, ja, die, die kan het echt niet schelen. Dus die kan je een mooie tas, mooie schoenen geven, maar die, die voelen zich daar niet uh, beter om. Die willen zich gewoon lekker voelen. En uh, de mensen die ze om zich heen hebben, daar uh, voelen zij zich beter door. Dus ik denk echt dat dat heel persoonlijk is. Het kan, kan inderdaad wel, hoor. Mm -hmm. Maar... Bijvoorbeeld, uh, mijn opa en oma zijn heel, heel simpel. Die zijn altijd gewoon, die, die zijn helemaal prima met alles. En die zijn altijd blij en altijd vrolijk. Maar die kan je een, een dure auto geven. En die worden er niet meer of minder om. Dus waarschijnlijk worden die mensen heel oud als je zo leeft. Ik hoop het wel. Zo leeft. Ik hoop het wel, ja. Tot slot, hoe zie je de, de toekomst? En ben jij nou ook niet specifiek iemand die bijvoorbeeld uh, ook heel goed andere meisjes zou kunnen begeleiden? Met die verkiezingen, want je, je komt heel rustig over, je, je, je bekijkt alles goed. Je hebt toch ook die drive om op het sociale niveau bezig te zijn. Ja, klopt. Ik ga het nu zien. We hebben in uh, maart de casting van Miss Beauty of Noord Holland. en daar gaan een paar honderd meiden hopelijk uh, zich laten zien aan ons, waarbij ik in de jury zit. En aan de hand daarvan gaan we finalisten kiezen. En die mag ik dan ook een beetje nou, begeleiden, is een groot woord. Maar ik ben er wel het hele traject bij naar de finale. En dan gaat een ander meisje mijn kroon overnemen. En hetzelfde beleven als ik. Oh, we zijn heel benieuwd. We komen tegen ja. die tijd zeker bij je. Ja, terug. leuk. Als mensen meer over jou willen weten, heb je een website of andere. Uh, ja, mijn Instagram staat denk ik het meeste op. Dat is Makiko Jolie. En Makiko is M-A-K-I-K-O. Jolie is J-O-L-I-E. En verder uh, als meiden, of u kent iemand, of een, een uh, buurmeisje, een dochter, een kleindochter, een zus. Uh, ga naar misbeautynetherlands.com en dan uh, kan je je opgeven voor de provinciale verkiezingen. Goed, dankjewel voor dit yes. gesprek.